Hallo boyo's, vandaag. Oh nee. Jawel. Welkom bij een nieuwe video van Beeldbreker. Vandaag gaan wij naar de Retro Game Conventie in Zwolle. Daar gaan we een beetje kijken of we wat leuke games kunnen vinden. Een beetje sfeer proeven. Samen met Jan en Aranka gaan we er een leuke dag van maken. En het wordt super leuk. Dus ga mee. We zijn aangekomen in het bruisende Zwolle, waar we op zoek gaan naar wat gamepjes voor onze verzameling. Daar loopt een man te hardlopen. Dat konden wij nu ook doen, maar nee, wij gaan games zoeken. Ga je mee daarheen, naar de buitensociëteit, voor wat culturele dingen? Nou, meneer, u bent op deze beurs beland. Waar bent u naar op zoek? Games. Wat voor games? Oude games. Heb je al wat gevonden? Ik zoek voornamelijk RPG's. Ik ben een RPG-fan. Shin Megami Tensei, Digital Devil Saga, Sealed, 1 en 2. Dragon Ball Z, Legacy of Goku, want dat is in nu. Nee, dat zijn leuke games. Ik zoek de derde nog. Ik heb de eerste heb ik gewoon thuis al. Dus oproep aan iedereen. Als je deel 3 hebt, bel deze man. En ik heb deze onbekende game ook gekocht. Dit is ook een roleplaying game. Een Japanse roleplaying game. Dus, waarom specifiek deze? Omdat hij leuk is. Mooie kleurtjes. Actie. Nou ja, je ziet het voor ieder wat wils op deze retro gamebeurs. Nou, ik sta hiernaast. Ed van Ed's Retro Geek Out. Ja, op YouTube toch? Ja, correct. Oké, okay, en ik neem aan dat je hier bent op Gamescope. Uiteraard, ja. 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 Maar ben je specifiek naar iets op zoek? NES games, SNES games, Game Boy. Dus eigenlijk voornamelijk de eerste consoles die Nintendo heeft uitgebracht. Dus dat soort dingen. Ik ga voor een full set Game Boy en NES. Dus. En lukt het een beetje? Of? Ja, voor Game Boy heb ik er nog een 30-tal nodig van de 700. En voor NES denk ik dat ik nog een 150-tal. Nog 30? Ja, voor Game Boy. Voor NES een 150-tal. Ja, bedoel, best indrukwekkend dan? Ja, toch al 12 jaar bezig. Dus. Ja, goed, en wat is dan nog? Is er één specifieke game die je maar steeds niet kan vinden of zo? Bamsei voor de Game Boy. Is redelijk moeilijk om te vinden. Dat is enkel in Scandinavië uitgebracht. Dan heb je ook nog Aggressor, wat praktisch hetzelfde spel is buiten een sprite swap. En die is uitgebracht enkel in Australië. Dus dat is eigenlijk eerder een cover variant met ook een sprite variant in dat spel. Heb je hem hier al gezien? Ja, hier ligt er eentje in de doos voor €400. Maar... Oeh, dus je gaat er nog even op zoek? Ja, toch zeker nog zoeken naar een andere kopie. Ja, veel succes dan. Dankjewel. Ja. Merci. Oké, nu, op dit moment, sta ik naast. Emiel de Rijk. Van? Double DMG Customs. Zo, en DMG, dat is het Game Boy? Ja, dat is het type nummer van de Game Boy. Dat heet het DMG 001. Dus we dachten, dan noemen we het bedrijfje ook maar gewoon Double DMG. Als iets wat damage. Ja, want ik zag dat je dus allemaal gemodde Game Boys hebt. Wat is het verhaal achter? Nou ja, een maatje van mij en ik, hij kan er vandaag helaas niet bij zijn. Die begonnen een beetje, we hebben heel veel interesse in games, retro games. De Game Boy is er wel bij uitstek een iconisch apparaat natuurlijk. Maar die kan je tegenwoordig niet meer zo goed gebruiken. Simpelweg omdat die... Hij heeft geen accu, hij heeft geen backlight. Dus het was vroeger dat je achterin de auto zat op vakantie... en dat je elke lantaarnpaal als een soort heilige graal voorbij zag... dat je even gauw je highscore van Tetris kon pakken. Maar we dachten, hey, er zijn backlights te koop.
die kan je erin bouwen. Alleen dat is nog wel even een operatie, dus dat is niet voor de faint of heart, zeg maar. Wij dachten, we gaan dat gewoon leveren als service. Dan verkopen wij die Game Boys met een backlight erin, met een accu erin, glazen schermpje, dat je niet meer van die krassen hebt. Dat zijn we toen maar een beetje gaan doen en daarna kijken over hoe het loopt. Dus de tweede beurs die we staan en het slaat redelijk aan. Het is altijd een eyecatcher. Iedereen staat altijd als een soort kind in de snoepwinkel. Het is schuimwekken voor de kraam. Dus ja, dat is echt fantastisch. Is er een specifieke versie die je verkoopt die het meest populair is? Eigenlijk meestal de Classic, die doet het toch wel het beste. De grijze. Ja, de grijze inderdaad met een groene backlight. Want die lijkt het natuurlijkst. Terwijl eigenlijk de Game Boy heeft blauwe pixels. Dus dat is heel krom. Mensen die herinneren dit ook niet zo. Maar de oude Polarizer was groen. Dus dat groen-gelige, dat komt toch het meeste overeen met de nostalgische waarde van de koper, zeg maar. Oké, en je zei ook eerder, hoorde ik je zeggen dat het de Game Boy Color wat moeilijker is. Wat was ook weer de reden daarvoor? Nou ja, de Game Boy Color die kan je niet uitbreiden met een backlight. Dan moet een frontlight panel op en die moet je dan vastlijmen. Want anders dan gaat het licht, dat wordt niet mooi weergegeven op het scherm. Of je moet er een oude Game Boy Advance panel in doen van het 101 type. Maar die is er te dik, dus dan kan je de casing niet helemaal dicht krijgen. Dus die zijn nu in de ontwikkeling om wel een betere mod voor te krijgen. Dus als dat er is, dan gaan we daar ook wel mee beginnen. Netjes. En oké, als er dan één Game Boy spel is wat je dan moet spelen op die mooie backlight Game Boy, welke is dat dan? Ja, dat is een lastige, maar dan denk ik toch Kirby's Dream Land 2. Twee? Ja, 2. Dat is wel mijn favoriet. Zo dan 2 en niet 1? Eén is maar 5 werelden en dan kun je niet 7. En 2 kun je 7, heb je die diertjes waar je op kan rijden en dat is super kawaii. Dat is gewoon super schattig. Kijk, super. Nou, je hoort het. Ga naar deze man toe en koop deze backlit Game Boys. En dan moet je Kirby's Dream Land 2 spelen. Ja, klopt. Dankjewel. Zoveel games. Zo weinig tijd. Ik word er een beetje moe van. Daarom zit ik nu op deze mooie paarse bank. Terwijl er een vrouw met een kinderwagen voorbij komt lopen. Maar ja, zoveel games. Ik word er een beetje moe van. Dus ik ga even uitrusten. En dan gaan we weer verder. Op zoek naar wat mooie deals. Nummer 174, 517, 445. Dat is €50 te goed, ook voor een shop. Ik win nooit wat. Dit is ongelofelijk. Hoe voel ik me? Ik wil God bedanken, mijn ouders, voor dit. Ja? Het was weer een geslaagde dag bij de Retro Gamecon in Zwolle. De dag is weer een beetje voorbij. Iedereen begint af te druipen richting de auto, de trein. En wij ook. Toffe editie weer. Net als de vorige keer. Ik vind het beter dan die gymzaal die je normaal gesproken hebt. En ze kunnen misschien investeren in een speakersysteem. Want ze gingen de loterij op het einde doen met een megafoon. En dat was echt niet te verstaan. Wat mij betreft volgend jaar nog een keer gaan. Met wat meer geld, want ik heb met meer arm. Dus ik kan alleen maar dit betalen. Geslaagd. Doei.